Een hele goede dag en welkom bij Privé TV. Dirk Kuyt heeft sinds zijn terugkeer bij Feyenoord niet alleen 3 eredivisie goals gescoord, ook een nieuw huis. En heel opvallend, de 35-jarige aanvaller is niet in zijn vertrouwde Katwijk gaan wonen, maar heel ergens anders. Jan Uriot, welkom. Ja, laten wij nou eens even over voetbal gaan hebben. Wie had dat gedacht? Vind je dat? Ze zullen bij de sportopdeling wel jaloers zijn. Nee, maar hij in Noordwijk, daar heeft hij een prachtig optrekje en we zien het hier. Hij heeft dit opnieuw laten bouwen. Ja. Er is geen heipaaltje aan te pas gekomen, want het is op oude fundamenten van een oude villa die hij ooit gekocht heeft voor 2 miljoen. Kijk, dat is het oude dingetje. Toen maar, 3 garages zeg. Ja, 2 miljoen. Dit heeft hij laten wegkapen. En toen is er dus dat andere witte gevalletje is daar neergezet. Kijk, deze. Er staat nog geen garage in de tuin. Het is echt nee, net klaar. Nee, het is echt net klaar. En kijk, je kan een beetje naar binnen kijken. Ook de binnenhuisarchitect is ook nog niet bezig geweest. En mevrouw Kuyt is ook nog niet met de gordijntjes aan de gang gegaan. Dus nee, het moet allemaal nog lekker ingericht worden. Maar Noordwijk, ja, prachtig natuurlijk. Goeie buurt, hè? Goeie buurt. Een mooie buurt. In de buurt van het strand. Ja, nou, ja, inderdaad. Het schijnt een paar meter van het strand te zijn. En, wat kost het, Jan? Wat kost dit? Nou ja, het wordt nu geschat. Kijk, je hebt dat ding natuurlijk, dat fundament, zomaar gezegd, voor 2 miljoen gekocht dan. Maar het wordt nu getaxeerd op 6 miljoen. Dus, Ja. En het ligt op een stukje grond van 4400 vierkante meter. Dus dat is nogal wat. Een eigen voetbalveld zal er wel achter zitten. Dan kan hij lekker trainen thuis. Nee, het ziet er prachtig uit. En, nu dat hij weer bij Feyenoord natuurlijk gaat voetballen, lekker dicht bij huis. Hoeft hij nooit meer weg ook, hè? Eigenlijk niet toch, nee. En wat een leuk gezin, moet je eens kijken. Nou, wat zullen ze daar gelukkig worden. Goed zo. Jan, dankjewel voor het delen van dit nieuws met ons. En dat was het voor nu, Privé TV. Meer nieuwtjes en video's natuurlijk op onze site. Tot morgen, dag.